Ek zonder Andries Noppert incasseert SC Heerenveen treie chindoelpunten en griepvirus als geen griepvirus. Cambuur pakt gewoon een punt van koprinner Willem II. Mijn naam is Arine de Boer en dit is de sportcast van Omroep Friesland. We kennen allemaal een keer dat Santiago haast mis. Penalty voor Cambuur. We moeten altijd Judith Scott is daar van Sarawi. U te drijven. Is het Osama Sarawi. Hij maakt het 1-0 van sportclub Heerenveen. Die spits, die jongen uit het Hollandse veld. Bleeuwt hij cool? Ja, hij bleeuwt cool. En hij zet Cambuur op 1-0. En hij zorgt met de... Kijk net op de hollaaf van de man. Brouwers. Lucky Brouwers. Wat een schot. Oranje koek van de man. Het is een strafskop. Dit keer vaart de Thuisploeg. Want hij leidt wel op een stip. De redding van Van Os. Maar de Riebank hier erin. Schande, ja. Schande, schande, schande. Er komt dan 16 meter binnen. Hier is de kop van Sierhuis. Er is een 2-2. Wat jou is het dan snel fort. De kopbal is van Rodrigo Koet. Voorzet, Smit, komt er waarom? Nou, De Jong! Nee, hoe is het mogelijk? Sportclub Heerenveen komt op een 3-2 voorsprong. Hierin zit dat heerlijke onval. Tiki-taka, hoe een auto skieven. Razak. Oh, nice. Jongens, wat komt Cambuur er goed bij? De bal daar in de goal. Oh, van de hand maar de voest. Maar dat is het hele vieze. De draaien maakt het. Ai. Draaien. Ja, en ze zitten er weer klaar voor. Ando Faber, Roelof de Vries en uw speciale gast Gert-Jan Verbeek. Welkom Gert-Jan. Ja, dankjewel. Ja, welkom in de nieuwe studio van de Sportcast. Daar heeft natuurlijk als analist al een heel soort studio's van binnenzoen. Maar dit is wel ESPN-waardig, of niet? Nou, bij de meeste clubs word je weggestapt in een bezemkast. Gisteren was ik bij Utrecht. Nou, dan wil je niet weten waar je moet staan. Ergens in de catacomben weggedoken. Oh, echt? Je moet bukken, stoot je hoofd tegen zo'n pilaar. Dus vergeleken met Utrecht is dit gewoon een wilde? Ja, dit is heel goed voor elkaar. Ja, ja. Dit kind geld staat hier eigenlijk. Jawel, ja. Maar dit kind doe als broer. Beroepsklusser, dit kind die een goedkeuring wil dragen. Ja, dat is netjes aangekleed. Mooi hoor, sfeervol. Ja, nou goed. Ja. Want intussen ben je toch hartstikke deze fulltime analist? Nou, fulltime. Eén wedstrijdje in de week, soms twee. Wat vervult de dagen dan vind je dan nog mooi? Ja, nou ja, ik heb nog een dochter die bijna 7 en nu is. En die gewoon eens kwallen? Ja, maar straks voorjaarsvakantie gaan we op wintersport. Dat zijn allemaal leuke dingen die je kunt doen. Ja. Dat is het voordeel dat je niet meer de agenda van de KNVB hoeft te volgen. Ja. Je kan ook tegen ESPN zeggen van nou, dit weekend kan ik niet. En door de week is het wel de boel een beetje bijhouden. Hè, maar daar gaat ook niet zo heel veel tijd in zitten. Dus ik heb veel tijd om leuke dingen te doen. Ja, maar waar ik eigenlijk net aan wil, Gert-Jan, is van, hast er nog ambities? Ambities in de voetballerij wellicht? Nou, jawel, ik ben wel geïnteresseerd. Het enige wat ik echt mis is dat je een bepaalde verbondenheid hebt met een club. ESPN, dan ben je eigenlijk, moet je zo goed als mogelijk objectief zijn. Ook al zit je bij Heracles of bij AZ of bij Heerenveen te kijken. Maar dan moet je toch objectief een analyse geven. Bij sommige clubs wordt het ook niet heel erg gewaardeerd dat je dat doet. Maar het niet meer bij een club betrokken zijn, ja, dat mis ik wel een beetje. Welke clubs ben je dan net zo gecharmeerd van? Dat is toch gewoon recht voor de raap die mening juist? Nou, dat is met name ook wel bij, want je wordt vaak ingezet bij clubs waar je zelf actief bent geweest. Dus dat is bij Heracles, dat is bij Heerenveen. Bij Heerenveen vind je dat net zo leuk, als je ook gewoon een beetje kritisch bent? Nou ja, dit zijn ook wel, maar ook wel supporters, die dan vinden dat je te kritisch bent. En dan denk ik van ja, maar goed is goed en slecht is slecht. Dus als het goed is, zeg ik het ook. Als het niet goed is, dan hoor ik als analist ook te zeggen dat het niet goed is. En wat er niet goed is, want daarvoor ben je analist. Maar goed, het is alweer Trajelien, hè? Dat is toch die laatste club hier, dus dat wie bij Almere City. Ja. Aardig KKD-clubje. Wie dat? Ja. Nu Eredivisie. En nu Eredivisie, ja zeker. Staan boven Eredivisie. Maar dat is alweer Trajelien. En dat zie je wel op een lijst. 3 jaar geleden? Ja, volgens mij al. 2020, wie dat nevens mij. En Australië. Australië, daarvoor. Hè. Daarvoor nog Australië. Maar dat zie je wel op een lijstje bij Heracles. Heracles Almelo. Die heeft uiteindelijk kiezen voor Erwin van der Looy. Jaap Stam. Gaat naar Dos Kampen. Ja. Was toch net wel waarom dat amateurs? VV Jubbega. VV Jubbega, ja. Joop Gal, je hebt na dit seizoen voort. Nou, daar is plak. Ik ben al eens, is wel lastig hè, Joop Gal op te volgen. Ja, dat is hier, ja. Ja, maar toch is het niet voor niks de bijnaam, de tovenaar van Jubbega. Ja, daarom. Ja. Ja. Nee, ik ben al eens een keer benaderd door Jubbega. En ook door Harkema's Boys. Maar nee, ik heb niet, die ambitie heb ik niet. Nee. Ik zou wel wat graag in betaalde voetbal willen doen bij een club. Dat hoeft niet per se hoofdtrainer te zijn. Dat zou ook als analist of als scout of iets dergelijks kunnen zijn. Of iets kunnen betekenen in de jeugd. Om daar weer wat... Ik begrijp ook bij Heerenveen dat het behoorlijk struggle for life is bij de jeugd. Ja, dat,
dat soort dingen, dat zomaar wel... Wel wat lijken. Vers van de pers, Joer natuurlijk. Er is een baan vrij bij Telstar. Is het nog om daar wat op te bouwen? Mike Snoeijers vond. Is die, ja? Ja, Snoeijers ontslaan. Ja. De tegenvallende prestaties. Ja. Die in onderrol in de KKD. Oh ja, ja. Maar Telstar mag zelfs... Dat is voor trouwens. Nee, en maar die de baas zit er mee. Ja. Oh ja, die stabiliteit is er niet meer. Ja. Nee. Maar dan mag zelf het ballenbakje meenemen, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Nee, dat, mag Telstar bellen? Nee. Maar jij vind je mooi wel bellen? Ja hoor. Ja, en dan iets in de jeugdopleiding of zo. Nou ja, ik word af en toe door Heerenveen wel gebeld, alleen door een medewerker van Heerenveen. Maar dan moet je wat avonden opvrolijken of zo, hè, als oud-speler of oud-trainer. Oh. Dat Heerenveen was... had nooit toch geen haat jeugdopleiding? Nee, dus... dat bedoelt hij. Ja. Zo Jan de Jongen heel goed, die woont na het stadion. Ja. Daar begrijp ik niks van, dat ze zo'n jongen niet benaderen. Nee, dat vind ik. Nee. Ik kan hem vreemd nog zien, maar zie hij van het stadion en denk nou, want hij ziet je... Dat is Fjouwe Wikkelin of zo, of zij Wikkelin, zit hij op dezelfde stoel. Toen hadden we tegen gewoon. Ik zei, hoe kan het nou dat ze die in Belly? Toen kwam ik op Freetje in het stadion. Ik denk, nou is het clear nou. Maar ja, ik kom wel uit Jereveen. Kan we een wedstrijdje uit Jereveen hoor. Ja. Maar er zit toch iets in de club. Met Trochse man als Geert-Jan Verbeek, Jan de Jonge of waar dan ik. Die een grut verliende hebben bij Jereveen. Dat ze daar net naar taggen op een of andere manier. Dat zit dat bloed. Ik bij Ferry de Haan, want ik toch misschien zit Ferry de Haan wel een beetje... Naar boven of neemt hij die het kind nog natuurlijk. Het kind nog wijzen dat ze dat dwang in. Maar wat is dat dan? Lees de vinger. Ja, dat is moeilijk om uit te lezen wat dat is. Is dat hetzelfde gevoel, hè? Ja. Het is raar dat ze mij nooit iets ergens voor vragen. Dat vind ik wel raar. Ik had ooit gedacht toen ik wegging in 2007, 2008. Naar Feyenoord. Toen ik naar Feyenoord ging, ja, dan denk ik van nou, dit is geen afscheid, dit is tot ziens. Ik kom ooit wel een keer weer terug in een of andere functie bij Heerenveen. En dan zat ik ook wel wat te denken, misschien als scout of iets dergelijks. Maar ja, die mensen die toen voor het zeggen hadden, die zijn allemaal weg bij de club. Dus er is niks meer, geen DNA van die tijd. En de mensen die nu het voor het zeggen hebben, die laten niet of nauwelijks wat van zich horen. Ja. Van Rosemond, wie dat bekend, maar van Ferry de Haan is dat dus blijkbaar eigenlijk hetzelfde? Nou ja, maar die heeft natuurlijk wel een hele tijd onder Rosemond gewerkt, hè? Ja. Dus ja, ik heb het er ook nooit over gehad. Maar ik voel me ook niet echt welkom als ik daar kom en er is ook niemand die je een hand geeft of zo. Nou, ik jou die nou wel eens een hoorn. Ja, maar jij werkt er niet voor Heerenveen. Nee, dat klopt. Je moet toch objectief zijn? Ja, dat is ik zo. Nou ja, net altijd. Dekenveer. Ja. Hey, Dovi is natuurlijk bij Fortuna. Ja. Zin SCRV in. Nou, de eerste kilometer weer makken, hè? Ja. Zit zeker, dat? Draai je 100 kilometer heen? Draai je 100 kilometer weer weg? Nou, ik heb vrienden week vreed naar Excelsior en ga ik langer roedien en dan zit dat. Maar dat wie om vreed midi. Wat een ellende die dat. Ja, toen is het in de file. Ja. Is de Anders Noppert nog troffen? Ik heb Anders Noppert. Is er mijn praat? Nee. Dat net? Nee. Oké, waarom net? Nou, ja, dat maakt het dan toevallig. Hij zit op field. En ik net. Ja, misschien van tevoren. Ik denk misschien heeft soms tref je ook. Hoe had het bij een git? Maar dat komt op zich al redelijk lang bij het voetbal, toch? Meestal tref je die voetballers roen om een wedstrijd al in een mixzone. Ja, ik heb het idee dat er een gedachte achter deze vraag ja, zit. Ja, er komt nog wat, dacht ik. Maar. Nou ja, we zullen het als een grif worden. Anders Noppert, ja, toch? Is vier. Dat liep het mij op. Maar ja, misschien hoe hij de klap verwerken heeft, dat hij nou net meer het eerste doelman... Nee, want dat hadden we wel vregen van naar die beslissing van Kees van Wonderen. Van, nou ja, ik heb interviewd wel maar die. Dat ging dan natuurlijk via de persman Marco Heerschop. En samen, Heerenveen en Noppert besluiten om daar even net op te reageren. Geen interviews te doen. Dus ja, dan krijg je... Dus voorlopig komt Anders Noppert net in de media? Ja. Nou, ik weet net hoe lang, maar voorlopig, ja. En Luc Brouwers, hè? Ja. Hij zei hier in de podcast, ik scoorde minimaal 5. Toen stond hij er nog op 2. Hij zit nu op 6. Ja, ik maar sinds het toen hij kwam, toen dacht ik wel... Wie bij Goat Eagles natuurlijk echt een versterking. Utrecht had er net dingen. Hij ziet je in de podcast. Leuk vent, goede prater. Zit wel karakter op, zit wel een kop op. Nou, dat kun je ervan hebben ze mij al je wel broeken wat dat betreft. Maar toen dacht ik, voetballend weet ik het nog net, maar ik wil het wel even zien. Maar ik vind hem wel, hij brengt echt wat. Maar hij is gebak voor Luc. En hij zei dus, als ik 5 doelpunten scoor, dan win ik deze wenskap. Dan krijgt hij van u als podcast een oranje koek. Nou, even zien naar je reactie. Yes. Had je nou aan het begin van dit seizoen gedacht dat jij 6 doelpunten zou maken? Ja, anders ga ik een weddenschap niet aan. Gefeliciteerd. Je krijgt van de Spotcast van Omroep Friesland een heerlijke oranje koek. Ik heb hem niet bij me nog. Maar ik was hier in Limburg. En ik had in de rust, want toen was ik natuurlijk al zeker van het feit dat je 5 doelpunten gemaakt had. Toch even naar de Limburgse lekkernijen gekeken. En ik heb het hier eentje. Kijk eens even. Nou dat lust ik wel. Oh ja? Ja, vast.
Vast wel. Wat is ik weet niet of je het lust hoor. Het is een nonnenvot. Dat is een ander woord voor een... Ja, maar ik kom een beetje... Ik kom uit Brabant, hè? Ja. Ken je het? Ja, ik ken het wel. Nonnenvot? Ik ken de naam niet. Dat zal een andere benaming hebben dan... of ik weet ook niet hoe het bij ons heet. Kont van een non. Dus, oh. Nou, lekker kontje. Ja, lekker. Ah, je krijgt volgende week echte oranje koek. Heel team, toch? Oh, zo. Ja, was dat de afspraak? Ja, dat was de afspraak. Moet je maar eens terugluisteren. Het hele team krijgt oranje? Ik weet niet. Ik heb geen idee. Als ik jou er blij mee maak. Ja, graag. Ga ik mijn best doen. Moet wel even kijken of ik het kan declareren. Ben de jongens ook dankbaar, hè? Ben de jongens ook dankbaar. Nee, is het maar tikkie. Goed interview, gaat Jan? Ja, toch? Het gaat om de inhoud, toch? Ik ben blij dat het uiteindelijk hier om de inhoud gaat. Over een broodje. Ja. Over een broodje. Maar ja, wat voor broodje wie het? Een nonnenpot. Ja, maar dat snap ik. Dat is de kont van een non. Ja, okay, is maar een, wat zit erop? Is een soort van donut met deeg en suikerlaag eromheen. Oké. Okay. Ja, super lekker. Oké. Okay. En dan willen ze mij slagremmen of mij, wat is het lekkerste? Oranje koeken, mijn crème? Ik zeg crème. Crème? Ik had hem wel vregen nog, maar... Mag dat ding maar dan wel? Hoe noem je nou? Nonnenpot. Nonnenpot. Straks krijg je de gedragscommissie... Ja, dat ken je eigenlijk niet meer, hè? Nonnenkont. Jodenkoek kan er niet meer. Nee, precies. Negenzoen. Negenzoen mag ook niet meer. Ja, Negenzoen, dat hebben ze... De fabrikant van Negenzoen heeft het zelf uit de markt gehaald om dat extra... Oké, nou ja, voordat we te diep gaan, jongens, we blowen altijd wel... Maar hij zei, we hebben wel een probleem. Want hij zei, oranjekoek voor de hele selectie. Maar ja, we hebben dan al ons geld al gestoken in deze nieuwe studio. Dus een hele oranje en in mijn komst. En in jouw komst. Ja, ook dat kost weer een bak vol geld. En we hebben hele terug. Al die declaraties nog voor het goede doel, voor het polletje. Ja, en ik moest anders zit dat in de werk, kilometers. Ja. Toch 2 dagen, Andor. Dan speelt het Cambuur in de kwartfinale van de beker. Ja. Hoe is het met de griepgolf? Nou, goed, nice. De medicine ben voem. Dus het liep het goed voor omkomende water. Dus elke nien is fit? Haast elke nien is fit. Waar is ze net fit? Nou, Ulrike had lang zie ik west, dus die kan nog net in de basis beginnen. Kim waarschijnlijk wel weer op de bank beginnen. Voor de rest is de verwachting van Kaam zullen we weer omkomen. En de orenspielers, de orensijs die ik zie ik wienen, dat het grootste part daarvan ik wel weer omkomt. Dus Cambuur, eigenlijk net hier al op volle sterkte, maar op redelijke sterkte naar je Vitesse. Hartstikke goed. Jongens, we hebben wat stellingen. Even een kwart op antwoordje en dan kunnen we de letter bij waarom komen. De eerste is van Gert-Jan. Mickey van der Hart is een volle mindere doelman als Andries Noppert. Ja. Roelof, Jereveen is in degradatiegevaar. Nee. Andor, Johnny Jansen krijgt Sylvester van der Water weer aan het voetballen. Nee. Gert-Jan, Jereveen hier beter om dienen om Tom Haaien te verkeepen. Ja. Roelof, Cambuur is favorietje in Vitesse in de kwartfinale van de beker. 100%. Andor, toch ben ik wel een beetje benauwd voor die nieuwe Vitesse-spits Max Meerdink. Ja. En de laatste is van Gert-Jan. Sven van Beek had gelijk. Had hij zoiets. Gewoon spelers bij Jereveen rennen de kansen ervan af. Nee. Nee? Want even letterlijk wat hij zei van Sven van Beek. Ik mis bij gewoon spelers de scherpte, de overlevingsdrang en de absolute wil om te winnen. Hij zei letterlijk, we kunnen heel goed voetballen, maar de bijters en de flikkers op het veld, die hebben we niet. Wat vies eigenlijk van die uitspraak? Nou, dat zegt nogal wat over het feit hoe hij over zijn medespeler denkt. Dus als ik zijn medespeler zou zijn geweest, dan zou de eerstvolgende training zou ik hem even... Een rotschop geven? Nou, bijvoorbeeld. Ja. Dat werd vroeger zo wel opgelost, ja. Ja, zo dienen ze dat dan? Ja. Ja. Dus als René van der Gijp praatje zie je, hoe hij dan even Shelly te betrainen? Ja, maar René van der Gijp had dat niet. Nee, oké, maar stel je voor. Nou, er is in het verleden wel, in de tijd dat ik speelde, werden dat soort akkefietjes wel op die manier opgelost. Hè? Ja. Ik ben natuurlijk ook opgevoed door Teun Kist en Dolstra en dat soort mannen. Teun Kist wie gemeen? Ja, ook op de training. Ja. Ja. Hij liep ook een beetje op zijn laatste been. Maar, die wie altijd gemeen. Ja, maar die... Ja, dat los je met elkaar op. Ik vind, Maar toch, Sven van Beek is wel onvierder. Die maakt het toch steeds, hè? Nou ja, hij vindt dat schijnbaar, maar dat vind ik nogal een aardige beschuldiging dat je dat zegt. En ik vind dat je dat in de kleedkamer en op het trainingsveld moet doen. Ik had, in het verleden had ik Pontus Wernblom bij AZ. Dat was ook een jongen ideaal als trainer te hebben. Want die gaf inderdaad zo nu en dan, op het moment dat eentje de kantjes eraf liep, die gaf hij dan even een keekje en dan zei hij bij de les, hè? Ja, ik vloot niet af. Dat wist hij ook. Maar zo hield je de boel wel scherp. En dat soort spelers heb je nodig. Dus het heeft geen zin om je verbaal te uiten. Maar je moet gewoon overgaan tot daden. En die mensen aanpakken op de training. En niet publiekelijk op die manier je ploeggenoot af. Ja, je vindt daar dan te min van, Roelof? Want eigenlijk is alleen nog, Luc Brouwers is een gifkikker. Ja. Sven van Beek zelf weg. Ja. Noppert misschien. En dan hoort het wel op. Ja.
Ja, zijn jongens brouwden had het ik wel. Maar ja, ze zijn natuurlijk een jonge jongen nog. Nee, dat zit er al in. Nee, ik vind dat ze dat wel echt missen. Volgens mij zit ik net lekker in die groep. Er is ook een beschuldiging, hè? Er zit iets niet lekker in de groep bij Jereveen. Nee. Wat zit er dan net lekker? Nou ja, ik vind sowieso dat ze... zoals sinds die selectie zo goed als fit is, heb ik altijd zijn Jereveen echt best wel een goede ploeg gehad. En dan vind ik dat ze zeker top 8 spieliematten. En dat er zelfs dat bijvoorbeeld Ajax minder spielen, AZ nou wat minder spelen, maar vooral Utrecht fotvallen is. Vitesse kwam ik Rutting normaal spits naar boven zit en dan helemaal fotvallen is. Dat ze misschien wel richting de top zijn. Op zijskine qua kwaliteit, hè? Puur alleen qua als je naar de eerste 12-13 spielers, vind ik dat ze best wel leuke spielers hebben. Maar het komt er net uit, nog steeds net. En het is nou al tietje redelijk fit al jaar. En ja, dan keer je toch naar oren dingen, Shen. En dan speel je een hele goede eerste helft. Of dan is een goede eerste helft, Fortuna zit dat. Onder controle. En dan in, boom, helemaal vlot. In naar de oren kans. Fortuna hier nog maar voorkomen kan. Ja, volgens mij zit het dan net lekker. Net voor de Corinne, net met je mama in de mandekking. Ontbreekt het om. In die zin had Sven van Beek League. Ja, ja in die, ik kan me dat ik me voorstellen dat hij dat zaait. Ja. Ja. Je missen bijten en flikkers. Zou hij dan misschien... in de selectie of het zou vaak zijn hebben dat hij geen uitwijm is shot en denkt ik gooi het maar gewoon naar boeten ta? Of is dat ik een zwakte bot? Dat vind ik wel een zwakte bot, ja. Okay. En kijk, een echte leider die staat op. Als ik van de week dan kijk naar het debuut van Henderson, hoe snel hij op een gegeven moment de lijnen uitzet, communiceert met zijn medespelers. Nou, dat zie ik Sven van Beek niet doen tijdens de wedstrijd. Ja, communiceer dan ook niet na de wedstrijd. Hè? Maar het gaat erom dat je in de wedstrijd communiceert en dat je dan een keer iemand uitkaffert en dat je dan een keer boos bent op iemand. En speel dan geen poppenkast. Maar dat gebeurt niet. En dat vind ik wel, dat soort personen, dat je die mist in de selectie van Heerenveen. Maar dat kun je de spelers misschien niet kwalijk nemen. Want niet iedereen is een leider. Nee. Hè? En dan moet je ook misschien wel naar de scouting kijken en naar het selectiebeleid van Heerenveen. Van waar kijken we nou naar in de scouting? Wat voor type spelers halen we op? He, dus ze hebben nu ook weer een nieuwe speler opgehaald. Ja, die speler ken ik niet goed genoeg, dus ik ben benieuwd. He, maar ik hoop ook dat ze gekeken hebben naar persoonlijkheid. He, naar iemand die op een gegeven moment durft het voortouw te nemen. En die inderdaad de mensen corrigeert. Maar niet via een perspraatje, maar op de training en in de wedstrijd. Ja, je mist een type Wormgoor eigenlijk. Ja, een type Wormgoor. Ja, Cambuur zag ik een rotzak. Nou ja, die zie ik het Jereveen dus, hè? Ja. Nee, maar net als mij doelde van Beek ik vooral hoe het verdedigen bij corners en hoe makkelijk je corners voortjouwen. Dat doelt hij net als mij ook op. Hoe Nunnally bijvoorbeeld in een INCI, hij maakt die bal gewoon breed spelen naar Saroui. En Nunnally is gewoon klaar. Dan hel je Loizu en dat is die nieuwe speler, die Cypriot. Ja. Ja, ik wil goede verhalen horen. Ik kan hem nou in training zien, ook in de basis van die training. Maar volgens mij zit hij wel op voetbal. Maar goed, even afwachten allemaal natuurlijk. Maar dan denk ik, nou ja. Brengt die jongen dan? En nou brengt hij de laatste, wat is het, kwartier, brengt hij Nunnally. Maar waarom, dat is hem vregen dus? Nee. Is hem net vregen? Nee, wie een graag oren vragen die ik binnen het ontdekken. Nee. Nee, ja, helaas, het vernuft mij ook, ja. Ik denk die Loizu, die willen ze heel graag, hè, blijkbaar. Kind aardig voetballen, had je YouTube Leeuwen Mooijen. Zie je Nunnally ruilje won, want dat woe die Cypriotische club. En Jereveen is die daarvoor Iepen toch alleen nog Nunnally woe dat zelf net. Ja, dat klopt. Het kan Nunnally woe dat zelf net. Nee, maar Jereveen als club stiede wel voor Iepen, ja. Nou, dat snap ik wel, want Nunnally, heel eerlijk, is KKD-niveau. Ja, maar het gaat om de manier waarop je met spelers omgaat. Heerenveen heeft in het verleden altijd naam gehad als familieclub. Hè. Vooral buitenlandse spelers voelden zich goed opgevangen, warm nest. En zo Nunnally ook. Ja, als je merkt dat de club wil meewerken, dan weet je ook dat de club van je af wil. Ja. Nou, dan heb je Tom Haaien die zijn contract afloopt. Die heeft ook al aangegeven, die gaat weg. Hè, dus er zijn allemaal spelers die andere belangen hebben dan op dit moment het belang van Heerenveen. En misschien dat Sven van Beek zich daaraan ergert, dat kan ik me wel voorstellen. Dan nog vind ik niet dat je dat via de pers moet spelen. He, maar dat gaat nu wel meespelen in de tweede helft van het seizoen. He, dat dit soort jongens op een gegeven moment denken van ja jongens, Heerenveen heeft geen prioriteit. Ikke. Dat had Van Beek zelf ook, want die Koenon het voort naar Japan. Maar die had een afspraak met Heerenveen dat hij in de Simmets in een reduceerd tarief voort kan. Ja. Dus die wil zelf ook die stap maken in de Simmets. Ja, dat lijkt me best wel lastig voor een trainer. Dat was natuurlijk jarenlang trainer geweest. Wat zou sto dan nood van als sto van wonderen wie is? Want ja, je voetbal je best wel aardig, dat zei het Roelof Hek. Je voetbal je best aardig, maar je kan het resultaat net door de streek loeken. Ja, dat is van de buitenkant heel moeilijk te beoordelen. Omdat je gewoon niet wekelijks en dagelijks met die jongens op het veld staat. Om te zeggen wat je dan moet doen. Het is wel helder dat dit niet een heel homogeen elftal is met heel veel stabiliteit.
Dat het leidinggevende kwaliteiten mist, schijnbaar dan ook op de training. En dus er moet alles van de trainer komen. Nou ja, op een gegeven moment hoor je zelf de hele tijd praten. Dus dan is het misschien ook wel een beetje klaar. Ja, en dat leidt dus ook met name ook aan de scouting. Want ja, vroeger hingen ze nog, Tibor Halilovic. Ja, dat wie ik wel een beetje een leiderstype, toch? Een jongen echt wel een gifkikker. Maar ja, die hier weer mot met de trainer, die moest echt voort. Ja, Tom Haaij is natuurlijk wel zo'n type. Het is nimmer een niet van niks de professor. Die is constant onwijzig. Misschien zelfs wel wat te pollen, eerlijk zijn. Ik vind het geen gifkikker. Ik vind het vooral, Tom Haaij, als het net goed gaat, dan heb je een heel soort gebaar. Mm-hmm. En dan leidt het vooral een oor. Ja, nee, dat klopt. Ik vind een echte gifkikker, vind ik Luc Brouwers. Nee, gifkikker. En de mannetjesputter vind ik Sven van Beek. Dat zijn wel jongens die, dit was deze. Bogniewicz. Ja, Bogniewicz, ik wel. Maar wel iets minder nog als Van Beek. Van Amersfoort had hij het, hè? Ja. Nee. Gemeenig wel, hè? Ja. Pelle is natuurlijk ook geen spits. Nee, dus nee. Die voelt zich sowieso niet heel erg happy daar, volgens mij. Nee. Ja, zo zijn er denk ik te veel spelers die zich er niet heel erg happy voelen. En dan krijg je toch ook een beetje dat het weinig stabiel is. Het kan, als het even mee zit, dan gaat het goed. Maar als het maar even tegen zit, dan verkelderen ze ook naar een bedenkelijk niveau. Ja, Roelof zou het zeggen. Ze zitten nog net in degradatiegevaar. Maar dat komt denk ik vooral omdat die orenploegen nog volle minder binnen als RKC, Vitesse. Ja, maar je hoeft Volendam en Vitesse, die heb ik afgeschreven. Maar met afstand naar RKC is niet zo heel groot, hè? 6-7 punten? Zo'n punten, ja. Zo'n punten. Ja, daarom zeg ik nee op die stelling, omdat Als je derde van onderen wordt, dan moet je de play-offs in. Nou, ja. We hebben daar Groningen gezien, hè? Hoe dat snel dat kan gaan. En waarom zou dat bij Heerenveen niet kunnen gebeuren? Daar ben ik het wel mee eens, hè. Ik vind alleen dat ze nou net in degradatie net zitten, dat wie de stelling. Maar het is wel tin bij Heerenveen. Maar ik vind echt dat er volle meer uithelling is. Het is nog steeds achter de win dat Heerenveen de play-offs heilig in? Helikin. Helimat. Ik vind dat jij vindt de play-offs helimat. En dan zit ik met 3 punten van plak Njoggen is het tenminste als Feyenoord of AZ de beker wint, is plak Njoggen nog zeker voor play-offs. Oké, maar van de 20 wedstrijden win je maar 6. Nee, maar dat betekent... Nou, de winter, je mat eigenlijk winnen bij Fortuna, winnen van PEC Zwolle en winnen van Excelsior. Ja, maar dat betekent afschillend ding. Vind ik net dat goed gaat. Ik vind dat het volle beter kan. Maar ik vind dat ze de play-offs helimatten maar dit materiaal. En ik nog wel helikinnen. En sterker nog, ik denk dat ze die gewoon nog wel heli. En Van Wonderen loopt nog uit zijn contract, of niet? En wanneer gaan ze bekendmaken of ze doorgaan, ja of nee? Nou, ze gingen voor de winterstop omdat ze in de winterstop praten zoen. En toen had ze in de winterstop zijn van het is Sadrok, mooi, de selectie bij de ploeg. En we schilderen het uit naar februari, maart. Nou, dat is ook geen stabiliteit. Nee. Als jij zegt van we gaan in de winterstop praten. Kijk, en ook dat geeft spelers gelegenheid om te zeggen van ja. Dus het is heel belangrijk dat je je uitspreekt. En dat je met elkaar uit één mond praat. En dat je overtuigd bent dat de plan van de aanpak, dat je erachter staat als club zijnde. Ja, en zo laat je ook als directie zijnde weten dat je er nog niet uit bent. Dat je twijfelt. Dat je twijfels hebt. Nou, en dat werkt door in de spelersgroep. Dit is geen... Jereveen, hier volle jeder al op een jeder moment duidelijk hier Jan Matten om Kees van Wonderen. Ja. Wat gaan we doen? Verlengen of nemen we aan het eind van dit seizoen uitskie van elkaar? Ja, dan weet iedereen waar hij aan toe is. Dat vind ik. Ja. Zullen we het verlengen, Marquees van Wonderen? Ja, ik zei al, dan moet ik dat beoordelen op basis van wat ik in wedstrijden zie. Maar kijk, een directie die moet ook weten van hoe is het in de kleedkamer, door de week, hoe ga je met hem om, hoe gaan ze met elkaar om. En kijk, de eerste verantwoordelijkheid voor een trainer is dat hij spelers beter maakt. Is het een speler die waarde creëert voor de club? Nou, en dat kan ik, als ik naar wedstrijden kijk, dan denk ik, wat jij zei, van ze hebben genoeg kwaliteit. Oh, ik vind het nog niet zo heel erg overlopen van heel veel kwaliteit. Daar waar ze staan, vind ik ook wel dat ze horen te staan. Maar welke spelers heeft hij beter maken, Big Leagues? Nou ja, daar zit ik even na te denken. Maar een beetje fantasie, zou je misschien deze keer in Saroui? Nou ja, die had al... Brouwers? Ja, je hebt er altijd een bepaald aandeel in. Maar dat was natuurlijk al wel een jongen met maar daarom zeg ik ook, hè, het is een samenspel. Je kunt spelers wel ontwikkelen, maar dat moet er ook wel in zitten. En Saroui is een speler die al een bepaald basisniveau heeft. En dan gaat het erom van hoe krijg ik hem zijn beste kwaliteiten in de wedstrijd. Nou ja, en dan zoek je een positie naar hem. En op het moment dat je daar een aantal jongens hebt... Brouwers doet het ook
eigenlijk na een moeizame beginfase vanwege ook blessures, doet het daar ook goed. Hè? Dus die heeft ook een positie gemanoeuvreerd. Ja. Maar ja, aan de andere kant, spits. Ik zei al, Pelle van Amersfoort vind ik geen spits. Ja, en als je dan kijkt naar bijvoorbeeld een Kaalsbeek die op de zelfs op de tribune zit. Ja, hij moest mooi met de beloften. Ja, dan denk ik van ja, maar dat is ook scouting. En dus is het niet alleen Van Wonderen die dan hem niet aan de praat krijgt. Of een systeem weet te bedenken waarin Kaalsbeek schijnbaar goed functioneert. Nou ja, en de afgelopen tijd, Milan van Ewijk heeft natuurlijk ook een gouden transfer gemaakt. Dat is ook onder Van Wonderen gebeurd. Maar dat zijn dingen die dan door de week ook gebeuren. Hoe ziet het programma in elkaar? Wat vinden we van de fitheid van de selectie? Nou ja, daar zijn trainers verantwoordelijk voor. Hoe gaat hij om met de andere stafleden? Hoe zit het met de keeperstrainer? Want er is ook een keepersprobleem. Ja, is dat alleen nou het probleem van Noppert, omdat hij te laconiek is geweest in de voorbereiding van het seizoen? Of ligt daar ook meer aan te grondslag? Dat kan ik van hieruit niet beoordelen. Maar er zijn wel wat dingen aan de hand. De doelstik op het artikel in de Leeuwarden Krant van afgelopen weekend, waarbij Ruud Hesp, de keeperstrainer, bekritiseerd werd. Dat hij keepers misschien net echt beter maakt. Maar vooral dat verhouding tussen de keepers en keeperstrainer net helemaal lekker is. Ja, dat zit er ik net goed natuurlijk. Dat is ook wel duidelijk. Ja, wat is het duidelijk dan? Nou ja, dat het net lekker zit tussen de keeperstrainer en Ruud Hesp. Zit hij toch net? Als Ruud Hesp weet net wat een jermtak is. Maar hij had hem erachter. Nou, liet het oors opschreeuwen dat ik weet dat de verhalen bij PSV al net lekker wien. Dat hij daar net lekker functioneerde. En die verhalen die heb ik bij Jerv vind ik wel. En wat dat dan precies is, nou, dat word ik hier net eens. Maar en jou geen vertrouwen? Ja, dat is wel een element dat er wel kijk, geef vertrouwen. Vertrouwen moet je ook verdienen. Maar het gaat erom dat je op een gegeven moment in gesprek gaat met een speler. Ja, en dat gesprek, je kunt dingen zeggen, maar dan komt het niet binnen bij een speler. Dus het gevoel ontbreekt. Ja, en dan zie jij als speler zijnde dat eigenlijk onbetrouwbare informatie is. Want het gaat niet alleen om het verbale aspect. Ja, maar het gaat ook om een bepaald gevoel wat je op een gegeven moment opbouwt met spelers. En dat lukt je nooit bij alle 22 spelers. Maar een keeperstrainer heeft natuurlijk altijd maar 2-3 individuen die een goed gevoel moet geven. Ja, maar ook binnen die drie is er een bepaalde hiërarchie. Je kunt niet iedereen te vriend houden. Hè? Want ook Mickey van der Aert zal er op een gegeven moment, als Knoppert een paar zeepers maakt, denken van ja, wanneer krijg ik nou een keer mijn kans? Hè? En op het moment dat je je daar niet duidelijk uitspreekt, ja, dan geeft dat bij de eerste keeper, Knoppert in dat geval, geeft dat ook frustratie. En het is duidelijk dat Knoppert op dit moment niet goed in zijn vel zit. Nee, het hele seizoen al net. Alleen hij hier misschien iets meer vertrouwen hamatten van zijn keeperstrainer. Ja, maar ik zei al, vertrouwen is maar een begrip. Hè? Wat is vertrouwen? Maar dat je altijd, wat er gebeurt, ik steen altijd falikant achter daar. Ja, maar dat kun je wel zeggen, maar zo'n speler moet het ook voelen. En ik denk dat daar wel een probleem zit. Ja, nou ja, dat we toch hoe Noppert hebben, jongens. Want is het terjochten dat Noppert passeerd is? Toch zou je dus niet kijk bij de stellingen van... Nou ja, even met mijn eigen bevullingen. Mickey van der Hart, maar de fiets is nog het strikken van Noppert. Nou, zo was de stelling volgens mij niet. Ik zet hem even wat scherper op. Ik heb wel vaker les van je. Maar Mickey van der Hart heeft bij elke club waar hij heeft gezeten nog nooit punten gepakt voor die club. En dan is het prima dat je tweede de stand-in bent en dat je een keer een bekerwedstrijd keept. Ja, maar daar is het probleem niet mee opgelost. Want Mickey van der Hart is niet een betere keeper dan Noppert. En dat was de stelling. Ja. Ja, en alleen je moet op een gegeven moment ook tot de conclusie komen dat het zo op een gegeven moment ook niet langer door kan. Hè? Dus de oorzaak, wat is nou de oorzaak dat Noppert verleden jaar om deze tijd terugkwam als een hero, ja, van het WK? Ja? En dat heeft met Van Gaal te maken. Van Gaal heeft hem op een gegeven moment dusdanig kunnen raken, een snaar bij hem geraakt, waarin hij die prestatie heeft neergezet. En dat is niet gelukt bij Heerenveen. En daar zal hij zelf ook een groot aandeel in hebben gehad. Dat je zei, hij heeft misschien wel te laconiek opgevat. Ik ben er nu en er kan mij niks meer gebeuren. Mijn contract is verlengd. Misschien wel teleurgesteld dat zijn contract verlengd werd en niet naar een nieuwe club. Dat zijn allemaal dingen die meespelen. Daar liet hij mij trouwens de man net naar. Nee, mij ook niet. Wat kan mij gebeuren? Ik ben de grote Andries Noppert. Ik denk dat hij vrij no-nonsense, een hele rustige, normale jongen. Maar het is wel lastig om je een houding te geven op het moment dat jouw ambities? Nee, niet ambities. Hoe mensen naar jou kijken.
Dat is natuurlijk totaal veranderd. Hè. Was het eerst eigenlijk een nobody. En op een gegeven moment had hij zich al wat opgewerkt als zijnde van... nou, hij is toch boven komen drijven op latere leeftijd. En hij is keeper bij Heerenveen. Hij is keeper bij Heerenveen. Nou ja, in één keer op een gegeven moment terugkomend. Ja, nu is hij geen keeper van Heerenveen, maar hij is ook nog eens een keer international. Ja, dat doet wel wat met jou. Hè. Zeker omdat je kijkt van waar hij vandaan komt. En op zich is dat een hele knappe prestatie en een blaadje van het zelfvertrouwen. Maar dat heeft bij hem op een gegeven moment toch iets losgemaakt, waardoor hij op dit moment een bedenkelijk niveau haalt. Ja. Want daar zijn we het wel over eens. Daar is hij denk ik zelf ook niet tevreden mee. Nee, en wat Joey vervolgens bij de treitrijden, dan doet die Mickey van der Hart er ook weer onder terug, hè? Die giet ik gewoon echt net vrij uit bij die treitrijden van Fortuna. Verrocht in de voeten van Halilovic, die vervolgens een cirkel van 4 meter die man om hem heen had en de bal vrij in schoppen. Ja. Maar die Noppert, dat gebeurt hier zo van, ja, dat is weer een flater van Noppert. Nee, met wie ik een flater van de Hart, natuurlijk. Zullen we Noppert nog wel waarom in het eerste elftal van Heerenveen dit seizoen? Zorg eens even in die glazen bol. Dat vind je altijd fijn. Ja. Nou, maar kijk, Henk de Jong heeft dezelfde play ook een keer gehad bij Cambuur, voor 2-3 jaar terug. Toen wisten die ook de keeper, die had een paar blunders gemaakt. Virginia, toch? De tweede keeper erin. Robert Ruiter. Maar die was nog minder. Ja. Nee, hij was niet bij Robert Ruiter. Bedoel je Leonard Nienhuis die tijd? Nee. Nee, was over Henk de Jong. Virginia die waat efficiënt 2 seizoen, nee, vorig seizoen. Toen is Henk het seizoen begon. Ik leer net dat Henk me toen nog uithel had, maar toen op game het inderdaad is hij er wel uitgegaan. Water Robert Ruiter, de keeper. Ja, maar dit gaat om de keeper. Het gaat om een keeperswissel. Ja. Hè, en dat kun je eigenlijk net met waarom draaien. Nou ja, Henk moest dat wel weer doen na 2 of 3 wedstrijden. Want die ging ook de fout in. Hè. Die maakte ook blooper op blooper. Toen kwam hij weer uit bij keeper nummer 1. Dat was niet zo'n hele grote keeper. Klein stuk. Nienhuis, bedoel je die niet? Als het zo'n Lietse keeper bij Cambuur, dan moeten we altijd denken om Wim de Ron. Ja. Maar zo lang is het nog weer Erik Cummins, maar dat is ook wel een heel scoop. En Bertrams, wat voor vogelverspikkers is er wel gewoon. Wie Henk in trainen, maar had goed. Rolf Sieker de top. Wij gaan eventjes naar de penalties van Cambuur, want die waren makkelijk joen, hè? Tje Willem II. Ja, allebei wien volgens mij net er jocht. Maar goed, ja, daar kun je de complimenten in. Die zin onderscheert zich Jan dat hij wel consequent is in het uitdelen van strafskoppen. Consequent slecht? Ja, ja, het sloeg beide nergens op natuurlijk. Maar ja, goed. Ja, het is zo. Ja, en Milan Smit die maakt alweer zijn 5e van het seizoen. Is die even in de interesse van FC Twente? Waard zijn? Ja, ik zou zeggen dat waard dan suggereert door een website van Twente-fans. Dat kan dan wel een betrouwbare te wijzen. Ik weet dat Gert-Jan nog een stuk met de media daar in Enschede te meidchen hoor. Maar een fansite, het kan een betrouwbare fan en daar zei te wijzen. En die zijn haar dat had Boa doen. Het komen zo Milan Smit in beeld wijzen. Nee, okay, maar als je Boa doet, als Bob on je listjes tegen hebben en die wil dan net en dan kom je uit bij Milan Smit. Nou, dat dik het dan wel de scouting van SCRV in. Ja, dat vind ik wat nuver. En ja. Als ik Boa doe al een weekend zou zeggen, dan denk ik dat Twente blij is dat ze bij Boa doe uit kan binnen. Kost wel procenten meer, denk ik. Ja, ik denk wel dat hij een stuk duurder is. Milan Smit die had zelf ook in de jeugd bij Twente spelen. Dus kent daar nog een heel soort meesting. Dus hij hield wel leuk voelen. Maar heel serieus, had die interesse net West. Ja, ik heb het zelf ook meegekregen inderdaad. Ik heb zelf uiteindelijk niks gehoord van Twente. Ze hebben uiteindelijk Boa doe gehaald. En ja, ik snap dat je zo'n speler, wanneer je die kan halen, haalt. En dat is... ik was er ook gewoon van uitgaan dat ik gewoon dit seizoen hier zou afmaken. Dus ja, ik snap wanneer je dat leest dat het inderdaad wat speelt. Maar nee, uiteindelijk heb ik zelf niks gehoord. En ik denk sowieso dat het mooi is dat je naam daar genoemd wordt. Dus ja, ik heb er vooral misschien een beetje van genoten, maar wel van uitgaan dat ik hier gewoon zou blijven. Ja, dat zei Milan Smit. Maar op een gegeven moment, hè, met transfermerken, die transfer deadline, in februari is eigenlijk. Ja. Je weet op een gegeven moment wat je lopen mooi. Hè? Want op een gegeven moment dacht ik van, nou ja, stel je voor, als Bergwijn nog voortgaat naar Ajax, dan hel je Remco Balk. Je weet het gewoon niet meer. Nee, en in zulke dagen dan gebeuren er inderdaad de gekste ding. En dan komen de meest wilde geruchten naar boeten. Een voorbeeldje Manhoef, die zoek op een list in bij PSV. En een jaloere letter, wie er alweer van die list oh. Ja, dat wordt er wel weer melden. Dus er gebeurt de gekste ding. Maar een bobbenslag voor Cambuur? Want Sylvester van der Water werd verhierd. Ja, dat is wel een verlossing van een Pino Holle dossier. Arme Johnny Jansen. Ja, nou, en ik denk dan, hoe zou Johnny dan bij hem uitkomen? Johnny en Henk gaan nog bellen, vertelde Henk vorige week. Henk die zei dat ik ga iepen en eerlijk mijn verhaal dienen. Mijn ervaring hoe van der Water deelt. Dan ben ik nog meer verbaasd dat Johnny Jansen er toch op ingaat.
Maar ja, we zullen zien dat hij Van der Water wel onder het voetbal krijgt. Dood niet van net. Nee, want in principe het, is Van der Water heel een stand-in. Ze willen het... Het wil recht nummer 8 krijgen. Ja, dat wil. Ja. Maar goed, dat zei het net z'n volle. Maar stel je voor, Gert-Jan, door wie is Johnny Jansen? Hier stel Van der Water er graag bij haar wilt? Nee. Nee? Want... Lastige jongen? Ik ben geen wereldverbeteraar. En als een aantal trainers het nou al verschillende keren met hem hebben geprobeerd, dan heb ik niet het idee dat het mij gaat lukken. Het enige voordeel is, je bij Cambuur wie Van der Water, Hyundal Arne Simmer, de oudste voetballer in de groep. Ja, daar ga je natuurlijk ook naar gedragen. En bij PEC Zwolle heb je volle meer routiniers. De Van Polens, Van der Water Lam. Heeft een reputatie dat hij overal voor problemen heeft gezorgd. Ja, Heracles dus, is er ook mijn probleem. Het is geen incident met Henk de Jong. Het is heel structureel. Dus ja, dat kan ik me niet voorstellen. Ron Jans haalde toen een keer zo'n linksback op. Een Marokkaanse jongen. En die heb ik bij NEC gespeeld. El Akshoui. Nou, dat was ook zo'n rampenpiloot. Dat zei ik tegen Ron toen. Ik zat toen met Ron in Zuid-Afrika. Ik was erbij dat ze op een gegeven moment vastlegde. Ik zei, joh, wat haal je in je hoofd, man? Ik zei, denk jij nou dat je wereldverbeteraar bent? Nou, die had ook binnen een half jaar, geloof ik, de grootste tramland met El Akshoui. Ja, en dat zei ik wel wat, had je spul krijgen kennen bij Henk de Jong? Ik bedoel, dat liep het Minonet in je. Dan moet je van goede huizen komen. Ja. Was dat echt El Akshoui? Ik vond het wel een leuk gozer. Ik kon goed vrije trappen nemen. Ja. Het was geen leuke gozer. Nee. Het is hetzelfde karakter, dat past wel bij me. Oh, ja. Roelof, ja. El Akshoui. Dank je. Ja. Maar goed, voor Cambuur in elk geval de ideale oplossing. En laten we vooral hopen dat hij het goed doet bij PEC Zwolle. Ja, want hij had bij Cambuur natuurlijk nog wel een troor in het contract. Cambuur is nou wel even verlost van een deel van zijn salaris. Want PEC Zwolle neemt echt net het hele salaris hoor. Het zal ongeveer de helft wezen. Maar dat maakt het wel mogelijk dat Cambuur misschien nog wat wank in. Oké. En er werd nog een gerucht dat, Wiens kijkt hoe Noppert, dat er nog Turkse interesse wie van Noppert. Adana Demirspor. Demin Sporens. Adana Demin Sporens. Dat kan nog wel, hè? Dat jij naar een competitie gaat die nog open is. Ja. Hè? Dus Amerika of Scandinavië, weet ik niet. Ja. Is Turkije nog open? Ja, Turkije is nog open. Maar goed, Jerevin had al zijn van dat mooi net. Nee, volgens mij is het de ploeg van Patrick Kluivert. Zo vertrouwen in Noppert. Als tweede keeper. Ja, we willen absoluut een tweede keeper net kwijt. Maar wat nou als er een bod komt? Van Noppert. Van welk bedrag liet je hem in? Nou ja... Lieve Sisse, had je het operationele tekwad aan mijn hoofddekken kennen? Nou, dan is het fut. Ja. Ah, nee, dat is 2 miljoen euro. Dan is hij fut. Ja. Ja, oké. Okay. Maar ik vader 2 miljoen? Dat liep het mij toch net. Nou ja, zo Jerevin, ik misschien nog wel op zich naar een technisch manager. Dus ik denk, is deze casus even voor ons. Oh, mooi. Een nieuwe potentiële technisch manager die hier in Nashville zit. Wat zou een Jono dan? Nou, ik denk dat Heerenveen heel goed naar de cijfers moet kijken. Want het is niet alleen dit seizoen, maar ook kijken naar volgend seizoen. Ja, en een keeper die niet functioneert. En je kunt daar een hoop centen voor beuren. Hetzelfde, hè, want volgens mij hebben we die vraagstelling ook over Haaien gehad. Ja, die gaat straks gratis de deur uit. En dan had je misschien nog 1 miljoen ervoor kunnen krijgen. Ja. Nou ja, in de penibele financiële situatie bij Heerenveen had ik daar wel voor gekozen. Maar. Ik vind het echt zeer bijzonder. Hè? Dat, net alleen nog Tom Haaien, die neemt mij een bedrag van zo'n ton, geeft het om. Maar ik en Anas Tahiri, die mooi dan allebei de net vod. Ze komen er in elk geval net uit. Ja, Heerenveen zei van, ja, het hier wel mocht hij komen. Maar ja, ze hier nog weer extra voorwaarden die ze nog weer stelden. En daar komen we net mee akkoord gingen. Troffekeer presentatie komen te onder horen. Maar goed, en vervolgens zitten ze wel de eerste volgende 2 wedstrijden allebei op de bank. Maar ze winnen akkoord bij Santon. Maar zijn als je promoveren wil, wij daar ik een beetje van mij proeven. Dat zou je per ieder mij profiteren? Ja. Of mij proeven? Nou, dat is volgens mij zei je het zo. Oké, mij proeven. Ja. Nee, maar van, is Jerevin wel in die positie om zulke eisen te stellen? Want Aasten was het ook terecht zeist. Van in de simmer rent hij gewoon transfervrij door uit. Ja, ik weet niet hoe ze dingen afboeken. En Haaien heeft natuurlijk ook niks gekost. Dat is volgens mij ook... Nee, daar moesten ze voor betalen. Moesten ze voor betalen? Ja, zeker. Ton, ja, echt. Dan moesten ze toch wel een paar ton voor betalen, in NAC Breda. Dus... Dan wordt het met elkaar en salaris van de dure speler. Ja. Dus ja, maar ik zei al... Van iemand op de bank zit. Ja, ik hoor ook alleen maar van Riemer af en toe de geruchten over de financiële malaise bij Heerenveen. Maar die is ook wel publiekelijk. Dat zijn iedereen. Geen geruchten. Nee. Dat zijn geen geruchten. Dat is gewoon slecht. Dus ja, dan zul je daar ook nog moeten kijken naar het huisartboekje. Hè? En is het niet voor dit seizoen, maar zeker ook voor volgend seizoen. Hè? Want op die manier kom je steeds meer op een glijdende schaal. Ja. Maar minimaal, hoe volle mat oplevert hij dan?
Nou, ik zal naar ieder bord luisteren en kijken en doen wat het beste is voor Heerenveen. Ja. In zijn geval schreeuw je Noppert dus al wel gewoon had je hem geen litten. Je kan ik zeggen van, nou ja, wij denken wel dat hij beter kan, dat had hij geen litten. Nou, dat vind ik dan niet van bedrag houden. Als je daar een serieus bedrag van krijgt, dan maar het pakken. Dat is misschien denk ik, nog wel een betere keeper van Zo stoot dan nog wel in Noppert zitten, Jan? Ja, natuurlijk. Het niveau wat hij gehaald heeft, dan moet hij toch weer, daar moet hij toch weer naar terug. Maar, elk bod wat er dan komt, dat je daar serieus naar Shem had, hè? Ja, maar in die situatie zit Heerenveen. Ja. Heerenveen heeft gewoon centen nodig. He, dus dat geldt ook voor Noppen. Dus niet een speler is daar en ontkomt daaraan. He, dus op het moment dat iedere speler als daar een bord voor komt, moet je daar als Heerenveen heel serieus naar kijken. Want Heerenveen is afhankelijk geworden van verkoop van spelers. Om de begroting rond te krijgen. Ja. En wat vies dan in dat verhaal van de komst van Loises Loizu, die nou hier het wordt van Ammonia Nicosia. Ja, dat hij het goed, dan gaat hij aan misschien naar een club als AZ of Twente, want die denken van, nou ja, wij kunnen dat bedrag wel betalen. Heerenveen kan dat bedrag misschien wel net betalen, want dan moet je denken aan een bedrag van 1 miljoen, misschien wel 1 miljoen plus. En dat hij net goed, ja, dan heet er helemaal niks aan. Er zit geen optie tot koop op. Het ja, is echt wel een beetje opvallend, toch? Ze verzin je wel aan hem als hij dan nog verkocht wordt. Ja, een trofeekpercentage, een Sam Lammersje, zaten we dat verleden weekend nemen. Zijn botmannetje, ja. Ja, maar ja, in die situatie is Heerenveen heden tot daar in beland. En ze hebben niet zoveel meer te eisen. En kijk, Jan de Jonge heeft een jaar lang daar in Cyprus de competitie gedaan als trainer. Ja, daar heb ik niet zo heel goede verhalen over gehoord, over het niveau en dergelijke. En als je dan een speler daar vandaan haalt, ik moet het nog zien. En dan huren, ja, dat is nooit echt optioneel geweest bij Heerenveen. En als je hem al huurt, dan in ieder geval met een goede afspraak van dat je hem in kan hebben. Want anders leid je hem eigenlijk alleen maar op voor. Precies, voor dat bedoel ik, ja. Maar het was zeggen dat hij spelen bij Omonia Nicosia, dat is wel de topclub van Cyprus. Die bijvoorbeeld ja, omdat die het meeste geld hebben en alles omkopen. Nee, ja, dat sluit ik niet uit. Ja, maar die jongen wist voor de wedstrijd al welke uitslag ja, er plaatsvond. Ja. Oh ja? Die zei tegen hem gewoon van, nou, wij zijn na afloop van de wedstrijd zijn wij dikke vrienden. We stonden 10 minuten verder met 3-0 achter en in één keer was het 3-3, zegt hij. Ja, twee strafschoppen. Oh ja? Je hebt het wel de Cyprus? En toen na de wedstrijd kwam hij ook lachend binnen, die scheidsrechter. En dit gaf hij me de hand. Nou ja, ik moest dat is dus het beloofde land van Loises Loizu. Ik moest zeggen dat ze in de voorronde van de Champions League spelen had ze in FC Antwerpen. En dan gingen ze naar penalties, naar 12 wedstrijden gingen ze eruit. Dus dat is misschien een beetje het niveau, maar... Nou, laat nu maar. Jongens, begin weer even terug waarom naar Cambuur. Want er is een griepgolf. Eerst even hier naar Henk de Jong. Ik zit in de auto, krijg hier een berichtje. En dan meis net Shannon, maar ik denk, oeh, Havi Fysio. Ja, dan weet ik ook nog. Nou, ik zou zeggen maar. Ja, toen wint het draaien. En dat groeide uit naar Sean. Ja, en toen op een club winnen eigenlijk nog twee jongens. Tyrik, die invallen is. Die weet ik nog heel. Maar die koel voor mij. Nou ja, ja, dan valt het bij bosjes om. Dan miste ik al drie keer zijn mijn griep. En ja, van Kaamdans, die zoek speel je. Maar gelokken net al je basisspelers, daar hebben we ook gelokken gewoon. Ja, er is zelfs een 18-jarige jongen, die werkt op kantoor bij Cambuur. Die kan wel aardig voetballen, die met normaal spelers de kaartjes verkeepje. En die ziet nou bij de wedstrijdselectie. Ja, de Max is dat nou wel heel mooi. Hij speelt het wel in de jeugdopleiding bij de club. Dus hij kent het echt wel een beetje. Sibel Veldhuis. Hij had de Vreulen nog keer. Zeker. Ja. Dat wist ook natuurlijk. Er ben er net een soort van. Hè? Nee, zeker niet. Onder deze tafel genieën. Maar er ben twee, die hebben de Vreule Woen en betellen voetbal bij Cambuur spelen. Nou, vertel. André en Klaus Rosenburg. Oké. Okay. Nou, pakken we toch weer morgen, Jan. Ja. Ja. Nou, Cambuur heeft nog een keer zoiets gehad, hè? Nou. Heel lang geleden. Nou, hadden ze de verkeerde kip gegeten of zo? Ja, dat wie op trainingskamp in Mexico. Van Vitesse. Ja, Twajelin of Sally ook. Oké, okay, maar dat heb ik ooit in de tijd van Johan Grote. Ja. Dat is toch nog geen voetballen. Ja. Dan ben je misschien op trainingskamp ergens in Mexico en wie zegt al je ziek. Ja. Laat al je ziek op bed. Maar goed, ik heb Kerry van heel zelf al. Ja, die ook nog. Maar goed, daar zit geen kampenspieler bij. Maar Daniel van Kaam, die wie direct net bij in Tilburg. Dus eigenlijk is het wel best wel een knappe prestatie van Kaam dat ze daar een puntje pakt. Hè. Ja, Hyundai als naar de bank zegt, daar zit een seis eigenlijk jeugdspielers op. Uiteindelijk voelde ik nog wel in je van al. Want Matthias Narti, die het laatst in Hercules scoorde, die hier wat verkeerds eten. Die had een allergie. Dus die was helemaal raar voor de wedstrijd. Dus op het moment dat Kaam naar Boeten moest, leidde de jongen er in de kleikamer. Moest nog een dokter bij komen. Maar wat eet je dan in de kleikamer? Walnuten? Nee, maar ze had natuurlijk daarvoor in een hotel zitten. En daar is een buffet gehad. En daar had misschien iets inderdaad qua nuten in zitten. Dat weet je net. Een broodje Nutella?
Nou, bijvoorbeeld. Dus uiteindelijk zitten er 4 spelers op de bank, waarvan het al je spelers eigenlijk niet gewoon waar je in de belofte spelen. Ja, met die Wittenskip is het natuurlijk wel heel knap dat je Willem II op Ienien horen. Maar waarom krijgt Cambuur geen uitstel dan naar Groningen? Ja, dan weet ik eerder ook hetzelfde probleem. Zat net onvlegen. Nee, en dat had dan te krijgen met het aantal zie ik, en dat is die een selectie haast. In Cambuur wien het er dus totaal 8. Ja, en bij Grains wien het er 15 of 16 ook. Dus dat maakt het dan de situatie ook weer een beetje oors. Maar Henk de Jong zei ik van net zeuren, het ben maar 12 baarspielers en wij willen geen excuses, wij gaan wel voetbal. Ja, oké. Okay. Maar goed, alles is opgelost, hè? Hoe 12 dagen is de belangrijkste wedstrijd van het eerste zit op het programma, de kwartfinale. Ja, dat, Vitesse. Ja, Neves Roelof is Cambuur favoriet. Dat vies ook? Dat vind ik net. Dat vies ook net. Nee. Geert-Jan is Cambuur favoriet in de kwartfinale tegen Vitesse. Ja. Ja, oké. Okay. Moest wel lang nadenken. Dat is mooi, Geert-Jan. Ja. Want ik weet je, vriendenwieke, keihard uitlaken. Ja, want je, toen Gert-Jan had ook de nijste informatie dat Van Ginkel blessure uitvallen. Hoe lang zei ik dat dan toch al? Ja, maar dat had dus niks te krijgen met Wastor Seist. Want hij heeft juster, is hij blessure uitvallen. Dat had dus niks met Keunsgeest te maken. Gert-Jan, er binnen altijd, dat zou ik maar te krijgen horen. Bepaalde jongens die woon leven net, of die mochten zelfs net van die op Keunsgeest voetballen. En Geert Arend Roorda bijvoorbeeld, die mocht net op Keunsgeest voetballen. En bij Vitesse is dat extra met Prupper en Marco Van Ginkel. Die voetballen net op Keunsgeest. Dat is toch heel logisch? Roelof, Google even de wedstrijden die het Van Ginkel spelen had. Van Ginkel had dit seizoen volgens mij sowieso Volendam uit op Keunsgeest spelen. Dus Ian, het slaat nergens op wat Arjen zei. Twa, dat hij dus net spelen het alle gedachten had neer te krijgen met Keunsgeest. Dat komt omdat hij juist geblesseerd is. Tot hij mooi of dat hij net? Volgens mij kun je beter op Keunsgeest voetballen dan op het veld van Vitesse. Ja, zo dat zeg ik juist. Dat is ik net best. Hopeloos. Een aker. Ja, wat dat betreft... ben je inderdaad blij dat die wedstrijd op het plastic Cambuur is. Maar dat scheelt natuurlijk wel dat Van Ginkel er net bij is. Ja, en Rodriguez is er... Is er nog een vraagteken? Ja, ik verwacht je dat hij op de bank zit. Dat hij invallen kan. Maar dat is wel een belangrijke speler. Hij wordt heel iets meer belangrijk eigenlijk voor Cambuur. Ja, en dat is... Van op de manier waarop ze tegen Hercules hebben gespeeld, ja. Ja, zo toch. Ja, maar hij had natuurlijk... Hij moest 4 woorden komen, want in de Eredivisie hij miste werkelijk alles. Toch? In dat tweede seizoen is zo'n wie die best wel, nou ja, een Jochen doelpunt in het eerste seizoen, dus dat is prima. Uitstekend. Ja. Het tweede seizoen, ja, eigenlijk moest hij wisselen. Zelfs de mooiste komers die hij net al besteed. Maar hij komt nou stadig gewoon weer wat uit het wak. Ah, maar hij blijft om door te voetballen met hem. Wat Henk graag wil, dat is wel moeizaam hoor. Ik bedoel... Met Gerrit al, dan vies het niks. Nou, ik zei zoals het laatste kwartier tegen Hercules speelde. Lange ballen en dan hij als een totempaal daar die ballen neerleggen. Dat kan niet. Ja. Maar om nou te zeggen van vlotlopende aanvallen, tiki-taka voetbal. Ja, dan ben ik geen fan van Ulrikus. Nee, maar goed, dat hele goede voetbal wat Cambuur hier doet ze kampioen waren. Van de muur weer terughalen. Die zitten verpieterd op de bank bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat ze dat in jou het wel willen. Ja, dat... Dat denk ik ook nog, volgend seizoen. Ja. Ja, dan word je fluitkampioen. Ja, nou ja. Het is ik net altijd goed, om dat soort mensen waarom te hellen. Heel Muren, die is ik weer 2 jaar ouder als dat hij voortgier bij Cambuur. Wat is hij nou? Ja, maar Muren heeft één gave. Als hij bij een ploeg speelt die in staat is om vaak in de 16 van de tegenstander op te duiken, dan maakt hij ieder jaar minimaal 20 goals. Ja. Alleen met dit Volendam heeft hij geen uitzicht op speelminuten, want die speelt alleen maar op de helft. Dan staat hij op de middenlijn. Ja, daar ga je niks aan de Muren. Nee. Ja, jongens, ik ga je 2 kaarten. Meestal jouw kaarten voor het van ploegen. Heerenveen, Almere City. Volendam. Mooi. RKC. Maar nu hebben we deze. Heerenveen, Ajax. Nou, zo. Mooie wedstrijd. Zo. Daar word je in, hè. De vraag is eigenlijk van welke speler van Heerenveen maakt de allerlaatste keer de oerstap naar Ajax? Dus welke speler van Heerenveen wie de allerlaatste die de oerstap maken naar de Amsterdammers? Mail je antwoord naar sport@omroepfriesland.nl. Door het zo gauw als mogelijk en win 2 kaarten van de kraker. Heerenveen, Ajax. Neem eens een pin naam, jongens. Zinkgraven. Zinkgraven. Wel warm, niet goed. Niet goed? Echt vrij recent. Nou ja, Marco van de Bomen. Kikpiri. Kikpiri! Ah! Ja. Hij pakt hem. Hij kapt hem. Suzanne Kinnen. Ja. Maar dat middenveld van Heerenveen staat in blauwe, trouwens. Dus Mike van Ottelen en Stefan Haaien. Geert-Jan? Ik heb het niet helemaal Maar dat middenveld staat in blauwe bij Heerenveen. Maar Luc Brouwers, Olsen en Van Ottelen en Stefan Haaien. Ja, precies. Ja, Nee, je hebt beide keren de zucht. Ja. Nee, ik ben daar niet van. Ze missen creativiteit. Ze missen iemand die het spel verplaatst. En dat maar misschien dat die Loizu dan, die ken ik op de zien. Ja.
Maar wat is nou de werkelijke reden? Ik begrijp niet waarom Haaien niet speelt. Nee, precies. Ja. Want de transferperiode is al rond. Nou, het is verwonderlijk dat het duurt dat hij te volle bezig weer West had of is met de transferperikelen. Oké, maar dat is nu achter de rug, dus dan gaat hij weer spelen. Nou, ik hier dus verwacht dat hij dat toen gewoon in de basis is, maar hij is wel in val nog. Maar... En ik verwacht eerlijk zijn, ik wil dat hij... Het komt natuurlijk ook een beetje omdat Van Ottelen zijn AZ gewoon goed dien had. Ja, en dat en Kees. Maar wat het haaien dien? Wist u dat? Wat het haaien dien? Waarom hij nou... Het kan zijn dat je nou te veel bezig bent met je transfer, waardoor je op training de boel laat lopen. En dat de trainer ontevreden is over de speelminuten die hij gemaakt heeft. En zegt op een gegeven moment, nou ja, je moet eerst maar weer eens de focus op Heerenveen hebben. Dat is wel, wel oké. Ja, dat kan ik wel eens bij voorstellen. Is daar bijvoorbeeld ook heel erg mee bezig geweest. En die spelen gewoon de Fred Jongs in Excelsior. Ja, maar ik kon geen potten breken. Almere. Nee, ja, het zin Almere inderdaad. Ja. Ja. Dan nog even heel kwart. Amir Ismaël. Ja. Jeugdspeler. Ja. Die spelen dan voor €250. Had een niet onkostenvergoeding. Ja, had nog steeds geen contract bij Heerenveen. En had juster of Sneun in Sittard was in de buurt maken. Een jongetje hier, Tunesische heid, had ik nog 4 in Tunesië wennen, Derek voetballen. Noah beter als Karlsbak. Owen en Snake nog in de jeugd spelen. En ik denk dat hij nou al beter is dan Karlsbak, als ik eerlijk ben. Ja. Nou ja, Sjoerd, bij Karlsbak, wij roepen hier in de podcast elke keer, hij had alle voorwaarden Karlsbak. Ja, dat zei Heerenveen ook altijd. Dat zei Heerenveen namelijk vooral. Hij is lang, alle voorwaarden, hij is sterk. Snel, maar ja. Elke keer als Beter als Strandlars. Maar elke keer als hij een ballon rekent, denken wij... Ik zag het net. Maar bij die Ismaël... Nou, ga niet meteen Ismaël ophevelen. Maar nou, het is wel... Wist wel ontwannen, hoor. Een jongetje hier, stevig, 1,88. Dikke kont. Draait die kont erin, in de sectie. Balletje vasthouden. Ah, ik ga wel iets jongen van ik dacht... Oh, dat bevalt me wel. Popov? Popovic bedoel je? Ja. Ja. Nou, niet Goran Popov, toch? Nee. Popovic. Valerij Popovic. Ja. Nou, ik maak er een vergelijking met Fumataru, omdat hij dat ik wel cool, maar die kont. Maar die wie misschien technisch wel wat vaardiger. Ik vind Popovic een betere vergelijking, denk ik. Dat voldraaien, ja. Ja, ik voel dat hij wel wat hier. Ah, ja, jongen van Jontje, dat is ik. Dat is allemaal, hij is eigenlijk vierde spits. Achter Van Amersfoort, Nicolescu, Karlsbak. En dan komt Amir Ismaël. Nou, die dus spits is. Is dat heel... Ik vind het wel, hij traint wel al heel lang mooi bij de eerste selectie. En hij had wel even, hij had blesseerd West. Kima in oefenwedstrijd in de derde spelen. Maar die had dan geen contract en die krijgt dan een onkostenvergoeding van €1,250. Is dat gewoon? Gebeurt dat vaker zoiets? Ja, ik heb natuurlijk de goede tijden bij Heerenveen meegemaakt. Waarin ook jonge jongens gewoon onder contract stonden. Er waren soms inderdaad kleine jeugdcontractjes. Maar dat ging dan altijd al snel om 30.000, 40.000 euro. Ja, dus dit van een onkostenvergoeding, daar weet ik niks van. Zelfs bij de onder-19 in die tijd, hè, Lasse Schöne en dat soort jongens, die stonden onder contract. Die kregen al een... En er werd ook veel huisvesting werd betaald en allemaal dat soort dingen. Dus ja, dit klinkt mij heel amateuristisch in de oren. Nou ja, dat zie ik wel een beetje. En vooral omdat dat... Ja, je vindt het op een gegeven moment wel verkeerd om de kern van de selectie... ik weet het ontal even net meer in mijn holen, maar het wordt te verlegend. Dus dan... Ze vonden het vissen te breed. Maar dan kun je nog wel iets meer dan een onkostenvergoeding. De stagiaires van Friesland verdien je meer dan €250, kan ik die vertellen. Ik weet echt wel. Heel min. Ik weet er wel dat het jaar dat ik wegging naar Feyenoord... dat Jan de Jonge toen trainer was van de belofte... en die had spelers in de belofte lopen... Ja. Die verdiende 6 ton per jaar. Pedro Beda. Ja, die Brazilianen. Lazaro. Dus echt, Jan zegt, er zijn clubs in de Eredivisie die hebben een mindere begroting als ik heb voor mijn belofte team. Ja, Milan Kopic. Ja. Dat is het, jongens. Djuric. Hadden geloof ik 12 of 13 spelers opgehaald in dat jaar. Ja, bizar. Maar toen woonden ze de stap. Daar moesten we toch ik u toch? Ja. Dus wat ging nou de stapmaatje naar de top 3? Ja, hebben we de top 3 onvallen. Ja. Robben ze bij Utrecht, ik had zien je niet. Zo is het. Jongens, we zijn daar onder overdenkingen. Met oorspel daar die we werden in 2004. De overdenkingen, je mag te kiezen. En we komen er net op werverom. Goed zo, jongens. Dus koos natuurlijk vaak om als analist. Drok Wiekoen achter de rechts. Ziet Oudrone Wiekoen bij Utrecht. Ik wil graag van jou weten, Gert-Jan, waar je het terug? Cambuur of Vitesse? Cambuur. Andor, ik wil graag van jou weten. Waar je het terug? Cambuur of Vitesse? Vitesse. Vitesse. Roelof, het slotakkoord. Waar je het terug? Nou, serieus? Ja. Dat had ik voor de week toch al zijn? Oh, dat is ik zo, hè? Favoriet bij de boekmakers, ik, Cambuur.
Favoriet bij de boekmakers? Ik weet je keihard uitlaken van jullie weekend, Geert-Jan. Niet door mij. Kampioen favoriet. Belachelijk. Ik vind het niet dat van, echt ben, zij ben Cambuur is favoriet. Laten we net via de Cambuur spelen het KKD. En Vitesse is natuurlijk een stroom van de KKD. Nee, ja, ik zie dat ze Vitesse van de mattenspeling in en dat ze de absolute favoriet binnen. Alleen dan ga je zich één kiezen, maat. Vind ik Cambuur favoriet. De minimale favoriet. De minimale favoriet. En Vitesse. We komen er niet waarom. Is helemaal niks. We komen er niet waarom. Nee, precies. Jongens, na je weekend, dan is. Max Meerdink, daar ben je een beetje benauwd voor. Nee, dat ben ik maar niet eens. Na je weekend, dan is algemeen directeur van Cambuur, Art de Graaf, is hier te gast. Ik heb het al vaker zijn, door als beroepsklusser, had dat wel eens mij maken. Dan is het hoesklier. En dan denk je, dan moet er nog een mooi bankstel komen. Is het geld op? Dat heb ik nog nooit mee. Nee, natuurlijk. Je bloot toch een beetje binnen de begrutting, zo die steeds. Ja, dat zou je wel denken, ja. Ja, nou ja, goed. Het is misschien een vraag. Hebben ze al een technisch directeur, Cambuur? Nee. Is al iemand in beeld? Ze binnen maar de wanden. Ze ook. Cambuur mag bellen? Cambuur mag bellen, technisch directeur? Oh, dat is zo mooi. De tandem Gert-Jan Verbeek, Henk de Jong. Ja. Nou, daar had vroeger ik wel eens zijn in door de Cambuur of iets in die trant. Dat laatste weet ik, niet zeker. Dat, in die tijd lag dat veel gevoeliger als Dwight Lodewijk is het ook een keer. Dus het ligt nog steeds wel gevoelig, maar ik bedoel, ja, het houdt mij er niet om als Cambuur iets zou willen of de intenties heeft of belangstelling heeft om niet in gesprek te gaan. Cambuur en Heerenveen mogen bellen. Ik heb Cambuur altijd een mooie club gevonden. En ja, voor... toch? En natuurlijk, bij Dwight Lodewijk is dat wel heel gevoelig, omdat het een rechtstreekse oerstap wie van Cambuur naar Heerenveen. Ja. Maar daar is dat zoveel clubs er tussen kunnen hangen. Dat is al 2007, is het laatste dat ik wat voor Heerenveen heb gedaan. Ja, precies. Dus laatste club wie 2021, Almere City. Aardig KKD-clubje. November 2021 wie. Dus dat is net trialien, maar dik twaaier. Oh, ja. Ik denk alleen nog net, en dan moet ik Gert-Jan teleurstellen, dat het in het profiel past. Wat is het profiel? Wat is het profiel? Wat is het profiel? Nou ja, een type Etienne Rijnen, een jonge, innovatieve directeur. Dan zie je weer, dan moet je na 3 maanden weer afscheid nemen. Ja, precies, omdat hij een positieverbettering... Daar visto ik wel wat van. Ja. Gaan we nog even? Naar vooruit. Dat visto ervan dat Etienne Rijnen naar... Hoeveel maand? 3 maand. Wie is echt 3 maand? Nou, hij is in juni begonnen en in november is hij naar Feyenoord begonnen. Ietsje langer, maar wel heel vierste vlug. Want hij heeft jouw eigen contract. Wat ik eigenlijk veel vreemder vind is dat hij... gekozen. Hij kiest op een gegeven moment voor een beleidsmatige functie. Dat doe je volgens mij bewust. Eerst al bij PEC Zwolle. Hij ging vanuit de scouting naar technisch manager. Naar een overstap als technisch directeur naar Cambuur. Ja, en nu in één keer wordt hij weer trainer. Dat vind ik een beetje vreemd. Dat vind ik wel heel vreemd. Ja, vind ik ook. En we hadden toen ik nog hoebellen en dan had hem onder die hoede gaan in. Hè? Bij je AZ rijden. Ja, ik heb hem opgehaald van Zwolle naar het is een ontzettend aardige jongen. Echt ook een prima speler. En voorbeeldig. Hij was net voor dat niveau AZ toen de tijd net niet goed genoeg. Ja, wie te traag. Hij was altijd heel stom. Hij was een hartstikke lieve jongen. Maar hij had geloof ik iets van 3 of 4 rode kaarten. Dan kwam hij net te laat. En dan was wel iemand die ervoor ging. Hè. Dus als je dan praat over jongens die ervoor gaan. En ook trainen ook. Ik heb heel prettig met hem samengewerkt. Echt ook een heel aardige jongen om mee te missen. Dus ik begrijp wel waarom Slot bij hem uit is gekomen. Maar ik begrijp de beweging van... Dus hij weet nog niet eigenlijk precies wat hij wil met nu naar het voetbal. Hij is nog zoekende volgens mij. Ja. Nou goed, we zullen in elk geval vallezen om een algemeen directeur Art de Graaf. Hoe het dan komt, maar de nieuwe technische man bij de Leeuwarders. Zeker. Zullen we het wel. Gert-Jan, mag ik die dankzeggen van die komst? Nou, dit is een nagelnieuwe studio. ESPN-waardig, hè? Speciaal voor de Champions Sportcast. Champions League niveau, dit. Champions League niveau. Ja, ik oren programma's van de Omroep mooi. Je natuurlijk een broek voor mooi. Maar in principe is hij echt voor de Sportcast, hè? Dat, zo is het toch? Ja, vind ik eigenlijk wel. Jongens, nogmaals, tiergetank. En na je weekend, dan ben wij er weer. En dan, dag.